Er zijn niet veel vrouwen in ons land die het even oude ambacht van edelsmid uitoefenen. Het werk dat een deze vrouwelijke kunstsmeden nu al jarenlang levert, bewijst echter dat dit beroep zeer goed een vrouwelijk beroep kan zijn. In haar Amsterdamse atelier ontwerpt deze dame zelf de sieraden die zij daarna eigenhandig smeedt. Met een opmerkelijke vaardigheid hanteert zij de instrumenten die honderden jaren lang alleen door mannen werden gebruikt. Eigenlijk is het toch niet zo vreemd dat een vrouw sieraden voor andere vrouwen maakt. Deze producten van vakvrouwschap en van een kunstzinnige, hoogstaande smaak vinden veel aftrek. Vele vrouwen zullen beslist zo'n ketting willen kopen. Met kettingen kopen begint soms ook de liefhebberij van een Haagse dame, die zo'n sieraad dan niet draagt, maar het mee naar huis neemt, omdat ze de kralen ervan nodig heeft. Uit die kraaltjes vervaardigt ze namelijk mozaïeken. Allereerst wordt een laag specie, die als ondergrond moet dienen, gladgestreken. Overeenkomstig de lijnen van een ingekraste tekening, worden daarna de kralen stuk voor stuk in de specie gedrukt. Meestal dienen bekende schilderijen als voorbeeld. Voor de galerij van mozaïeken die de dame in de loop der jaren gemaakt heeft, zijn tienduizenden kraaltjes gebruikt. Een van haar beste stukken is de boodschap aan Maria naar het gelijknamige schilderij van Gerard David.